Kijk, volgens mij is het inmiddels in de buurt. Ik ga alvast nog even een belangrijke aankondiging terwijl, doen terwijl hij onderweg is. Voor de mensen die vanavond nog plannen hebben na Dutch Birding Vogeldag. De parkeerplaats hier zo, die sluit om 6:30 s'avonds. En dan gaat de slagboom dus ook niet meer open. Dus mocht je je auto hier hebben geparkeerd en vanavond nog blijven eten of andere plannen hebben, zorg even ervoor dat je een andere parkeerplaats vindt. Want er zijn mensen geweest, volgens Naturalis, die met de trein naar huis mochten en morgen nog even de auto op konden halen. Dus zorg er even voor. Ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, Wim? Nee, ja. Top. Ben ik klaar voor? Kijk. Nou, mag ik dan nogmaals een oorverdovend applaus? Een loopmicrofoon. Heb je nog een loopmicrofoon? Ja, er komt er wel eentje aan. Ik hou hem wel even vast. Kun jij alvast beginnen? Ja, nee, we moeten zo'n oortje hebben. Ik zat laatst tv te kijken naar iemand met, om dat netjes te zeggen, het syndroom van Down. En daar hebben we met z'n allen iets van geleerd. Je moet altijd met vier woorden spreken. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ja, dan loop ik zonder microfoon. Ik kan heel hard goed woorden gaan doen. Ja, hij is goed bezig. Ik vind het handig, ik loop altijd heel veel op en neer. Halleluja. U ziet hem wel. Het was niet echt het beste jaar om een ingewikkelde lezing over te gaan houden. Maar we gaan het toch proberen. Dit zal allen. Ja. We zullen eens even kijken. Ik heb... Ja, dit is echt kut. Verder, hè? Dus dan doen we eerst het voorjaar. Dan heb ik, jullie hebben al oneindig lang gebabbeld gehoord over de Dutch Patchwork Challenge. En dan wou ik nog even een schepje bovenop doen. Ja. Dan doen we weer een beetje voorjaar. Dan gaan we een genetisch pijnpuntje behandelen. Dus waardoor Nederland een diepe row of een diepe rouw gedompeld is geworden, namelijk de Italiëmus, zullen we zeggen. Die ga ik het moeilijkste plaatje ga ik voor jullie in twee zinnen samenvatten. Dat je meteen snapt hoe het zit. Daarna doen we de rest van het jaar zo'n beetje. We hebben natuurlijk nog een pijnpunt. Zo heet de K-zaagbek. Je belooft dat ik niet al te veel nieuwe taal zou gebruiken. En dan daarna komt er een najaar waar heel de wereld stijf stond van de dwaalgasten boven Nederland. Daar gebeurde geen ene sodemieter. Dus dan is de psychose compleet, zullen we maar zeggen. En daarna wil ik nog, Mark Plomp heeft iets voor mij geregeld, over de redding die
kunstmatige intelligentie ons gaat opleveren. Daar gaan we. Ik zeg, daar gaan we. Nou, eerst wat getallen. Hier zien we de jaren vanaf 2011. En u kunt aan de diepe dal van het laatste jaar zien dat er niet zo heel erg veel soorten in Nederland zijn vastgesteld. Even kijken, pak om 373 heb ik er geteld. Dat is, hoe heet het? Een laag. Zo laag was het sinds 2015 niet. Dat geldt ook voor de twitchers. Er waren volgens Pieter Doorn, die zich op dit moment in Zuid-Afrika bevindt, dus die waarschijnlijk mijn getallen niet tegen zal spreken, althans niet meteen, 342 soorten te zien, waarvan hij er zelf 330 heeft mogen vaststellen. Nou, dat is echt wel een stuk minder als dat, dat we van Pieter Doorn of Thor Jans of dat soort mensen gewend zijn. Zo. Nieuwe soorten viel ook wel wat tegen, hè? Eentje, om precies te zijn. Dat is wel eens beter geweest, bijvoorbeeld in 2019 waren er nog 7. Nou, dat is een beetje, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het lekker toch, dat is een beetje kut. Hè? En, gelukkig dan wel, de ene soort die we hadden, die was dan wel te bezoeken. He, dat is, soms heb je ook, he, 2 jaar terug, met, nou die koekoek die was nog net te bezoeken, die bobolink. Daar hebben we heel veel mensen nog hoofdpijn van. En de derde nieuwe soort, die is ook maar door 3 mensen gezien, de pijlstaartgierzwaluw. Ja, je was hem al bijna vergeten, hè? Ja, dat soort dingen, dat, na een tijdje, dan raak je dat kwijt, die soorten die je gemist hebt. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Hopla. Nou, 2 soorten hebben we dus niet gered. Dus degene die hadden gehoopt dat dit jaar de 500 soorten barrière door een Nederlander geslecht zou gaan worden, die zijn een beetje teruggeslagen. De Italische mus en de K-zaagbek. Maar daar komen we later nog op terug. Eerst gaan we het volstrekte hoogtepunt maar even doornemen. En dan hebben we dat maar gehad. Meneer Fokker, Cornelis Fokker, kennen we, ik denk dat ik hem wel eens gezien heb, ik weet niet zeker. Die heeft een ringonderzoek gedaan en een deel, of een groot deel daarvan, heeft hij gepubliceerd in het laatste nummer van Limosa van de Nederlandse Ornithologische Unie. Dat is een beetje een kakineuze naam voor een vogelaars, een vogelaarsclub. Ja. Het is een uitermate interessant artikeltje. Jullie wisten niet dat je in de Zwarte Zee eigenlijk vrijwel niets kunt zien behalve waterpiepers. En zeker in punten waar verder geen zak te beleven valt. Dus je snapt ook wel dat die Cornelis Fokker denkt, nou, ik ga maar waterpiepers stellen, ik weet het verder ook niet. Ja. En boem! De knaller van het jaar. Dit is een Pacifische waterpieper, zo heette die toen nog. Ja. Daar hebben we later iets anders van gemaakt. Deze fraaie foto van Henk Tempelaar. Inmiddels, ik geloof dat het pas een maand is of zo, hè, heet die Siberische waterpieper, omdat het onze almachtige commissie van de systematiek der Nederlandse avifauna heeft behaagd om de Pacifische waterpieper te splitsen in 2 soorten. De Siberische en de Amerikaanse. Dus binnenkort kunnen we allemaal weer gaan zoeken tussen de waterpiepers naar de Amerikaanse waterpieper. Ja, dat. Dus terug naar de klein, zeg ik. Hè? Gewoon doen. Ja, wat een foto's, hè? Zo goed heb ik het echt niet gezien. Jullie misschien wel, natuurlijk, hè? Daar van Spoel die zei: oh, ik heb er bij mijn naast gestampt, ook toen. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, dan gaan we toch een beetje het jaar doornemen. Hé, hey, de knap. Oh, dit is dus. Het was ook al de foto van Kaft, zullen we zeggen. Naar mijn smaak de leukste foto van de vogel, gemaakt door onze vriend Eduard Zagster. Die echt niet gestikt is in zijn eerste slechte foto, zullen we zeggen. Fantastisch.
He. Nou, ja, weet je wat een mini-psychose is? Dat je dus... Je staat op en je vrouw of vriendin of man zegt iets verkeerd. Je slaat je dood, je hakt je kapot en dan laat je... He, nou een bakje koffie. Dat is een mini-psychose. Heb je heel even... Ben je heel even door het dalletje gegaan? Ja. Nou, iedere keer dat jullie later aan dit jaar terugdenken, krijg je heel even zo'n mini-psychose. Je denkt, oh, ik val er echt op, wat jezus. Goed. Maar je moet ook niet voor de feiten wegduiken. Weer een foto van Eduard Zandster. Hoe is het mogelijk? Twee achter elkaar. Daar ga ik jullie dadelijk ook nog iets over vertellen. Wat een schitterende foto van deze kleine alk, die in weerwil van wat iedereen altijd zegt, van hoe kleine alken, die gaan meteen dood. Heeft deze maar een lausje maandje of zo in de haven van Vlissingen gebivakkeerd. Nou, we gaan de S doen. Zo. Dus linksboven staat de datum. Rechtsboven staat nuttige, of helemaal niet nuttige, of helemaal geen informatie. En linksonder staat de soort genoemd, de locatie en de fotograaf. Dat geldt niet voor deze foto, maar die komt later weer terug. Nou, januari dus. Nou, echt geen zak te doen. Jezus. Verschrikkelijk. Wel, de leukste eind van allemaal ongeveer. Ja, stellen ze ook mooi, vinden jullie niet? Dat hadden we eigenlijk liever gezien. Ringsnavel eend in de stad van de zon. Ja, ik ben niet religieus. Maar als ik ooit religieus zou worden, dan zou ik willen wonen in de stad van de zon. Dat is toch te gek voor woorden. Wat zouden ze daar doen? Wat zouden ze daar doen anders dan op andere plaatsen? Ja, het schijnt heel erg milieubewust te zijn. Zo, of supergroen, duurzaam, ik weet het al niet. Het is trouwens helemaal niet in... dat zie ik nou pas. Het is een beest. Hij is helemaal niet van de stad van de zon. Hij zit in Wieden. Zeg dat dan! Tja! Godverdomme. Hé, daar heb je weer. Het is al de derde keer. Ik had er ook boven gezet, kent u deze al? Ja. We hadden nog een leuke, is gewoon voor de leuke foto, hè. Prachtige grijze wouw. En toen had je een dame op een kantoor, niet nader te noemen kantoor, in Den Haag. Gelieve, ik meen de locatie of de naam van het ministerie geheim te houden, zou ik zeggen. En daar werd op 33e verdieping, dat is dus 80 meter hoog, door een mevrouw met haar telefoon, volgens mij deze foto gemaakt. Die, dat moeten we de AI dan weer nageven, correct werd geïdentificeerd door de kunstmatige intelligente vogelaar. Dit is de hoogst ontdekte dwaalgast ooit. Ja. Je kunt maar aan een paar competities tegelijk meedoen. En zoals jullie weten, er is vanuit een zweefvliegtuig wel eens een groep vale gieren ontdekt, volgens mij bij Delen. Vanuit een zweefvliegtuig, hè? Dat is wel een stuk hoger. Maar die was al eerder gevonden. Dat is super jammer. Ja, want een dwaalgast uit, toen nog dwaalgast aan een vliegtuig ontdekken, dat is dan toch weer een stapje hoog. Nou, je weet hoe dat gaat, hè? Dat zijn ze bij die pieper ook. Van er komt er een sperma langs. En die heeft dan iets in zijn poot. En dan denkt ze: dwaalgast weg. Dus. Rutger Rothschild, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, moet ik eerlijk zeggen. Die fotografeert hier een slecht valk met een beest in zijn poten. In Den Haag, vlakbij die openheggenus. Nou, iedereen denkt: oh. Kijk, daar is hij weer. Hè? Dus, wat is hier aan de hand? Wat blijkt nou, is een typisch voorbeeld van vergismoord. Ja, ze hebben die slechtvalk op die alpenhegemus afgestuurd. En die pakt een of andere zwarte rookstaart of zo. Ja, was dus wel een gruwelijke vergissing van die slechtvalk. Want wat bleek, kijk eens even hier. Er zijn maar weinig mensen die dit soort foto's kunnen maken. Maar Thijs Glastra is er echt wel één van.
fantastische plaat van... is het de enige twitsbaar geweest afgelopen winter van de vijf? Of de tweede twitsbaar? Dat ben ik even kwijt. Nou, is vast al iemand die deed. Donder maar op, het kan ook niet schelen. Hopla! Nog de tweede, derde twitsbare open gierzwaal in Nederland ooit. Heeft enige dagen in Vraneker geterroriseerd. Schitterende foto van Rob Half. Ik wil zeggen, de koning van Half Vierland, zullen we zeggen, een beetje. Ja, nou komen we weer bij het volgende probleem. Ja, zit je dus met één duidelijk ongeriende Siberische taling, ja, komt er ineens een andere naast gezwommen. Ja, nou weet je dus weer het hele jaar niet waarnaar je nou op zit te kijken. Ja, echt waar. Het is een van de, filosofisch gezien, is het een van de lastigste dwaalgassen die jullie ooit hebben gezien of niet gezien, zullen we zeggen. Of telbaar gezien of niet telbaar gezien. Super gaaf foto, volgens mij is het ook maar één iemand die ze alle twee tegelijk heeft gezien. Maar nu nog heel weinig mensen. Very funny. Er komt nog een filosofisch probleem. Jeetje, wat heb ik het toch zwaar vandaag. Dat komt omdat als er niks wordt gezien, dan moeten we alles bespreken. Ik pak even mijn bier erbij. Anders kan ik het allemaal niet aan, dat snappen jullie wel. Waar zijn we? We zijn op het Renvogelveld. En onze sympathieke stervogelaar Jeroen de Bruin, die ziet er al voor wat even de tekst kwijt is. Ja, ik weet niet eens hoe het in het Engels uitspreekt. Ferruginous. In ieder geval roestig betekent dat. Roestkleurig. Dit is een witte. Maar in ieder geval een rosse ruimpootbuis. Dat is een beetje uit Texas, hè? Nou, denk je. Rosse ruimpootbuis, zal wat. Hè? Ja, ik mij dat kunt best wel schelen, maar het kan toch niet wild zijn? Ja, wacht even. Wat aanvaarde de CDA toen, hè? Zo'n vogel waarvan je denkt, ja, dat kan toch helemaal niet. Ja. 4600 kilometer van de dichtbijzijnde waarnemingsplek af. Waar een minuscule satellietpopulatie zit van een beest dat eigenlijk in Zuid-Afrika zo'n beetje wordt gebroeden. Die is aanvaard. Ja. Nou, jullie, ik heb even een citaatje voor jullie. De CDNA die hanteert dan normaal gesproken het uitgangspunt dat als een stoort in staat kan worden geacht hier op eigen kracht te verschijnen, gevallen van deze soort aanvaard kunnen worden. Dit opent en kijk, ik zou je zeggen, nou krijg je toch alles naar de beest. Geef toe. Weet ik, godverdomme was ik, sorry, pruteltje, was ik hier maar bij geweest. Ja, is toch, is verschrikkelijk. Ja. Door moeten we met het voorjaar. Ja, dan zet ik het bier klaar. Drink het niet op. Yes. We moeten door met het voorjaar. We zijn al eind april, geloof ik. Hier al. De eerste in de Ikoelang. Ik denk dat die best wel door wat mensen getwitst is geworden. Een bronskoptaling. Al een super gaaf beest natuurlijk. De kans dat die wereld is niet zo heel erg groot, maar we mag hem wel tellen. En geef toe, hij ziet er gaaf uit. Ja, dat kunnen ze niet allemaal zeggen. Hopla! Dit is ook pas de zevende van Nederland. De oostelijke blonde tapuit. En een van de leukste soorten van het jaar, die maar nog zeer weinig is gezien, die zit hier. Op een gegeven moment vlogen er zelfs twee in Nederland, volgens mij. Ik heb haar wel eens laten vertellen dat de vogel ongeveer 100.000 euro waard is. Ja. Dus als je nou gaat kiezen, koop ik nou een vogel of een dure auto, bedenk ja, dat waarschijnlijk deze vogel veel ouder worden dan je auto. Goed, nog zo'n mooi troef, speciaal voor de... Sorry. Dutch Burning, dat is natuurlijk een onvolwassen rosmeel. Super gaaf op een
een van mijn favoriete plekken, namelijk de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Everstekoog. Op Tessen. Aangezien ik zelf van beroep rioolwaterzuiveraar ben geweest, vind ik het altijd leuk als daar zelfs zo'n soort. Ik heb volgens mij de tweede kleine kokmeel van Nederland op de nabezintank van de Ernst die walgen zien zwemmen. Ja. In Vlissingen. Hopla, daar vliegt hij. Gave foto van Thomas van Rets. Oh ja, dan gaan we even naar de tuin. Ja. Oeps. Deze vogel was zeer kort aanwezig. Niet echt in de tuin, maar zo'n beetje vanuit de tuin. Ik ben even kwijt waar het was. Krimpel, ja. Jezus, wat een beest. Ja. Dus, dit zijn echt de soorten die ik ben helemaal vergeten. Hè? Dat die gezien zijn. Dat geldt niet voor deze. Maar dat is een super foto van Diederik Kok. En met Diederik Kok woont in Boerden, dat wist ik helemaal niet. Maar je zal toch wel een local patch hebben waar deze soort toevallig precies in valt. Ja. Daar wil ik trouwens toch nog even met jullie over praten. Ja, eventjes, hè. Kijk, het gaat dus, probeer bij huis, dat blijft een moed van Heinrich, dat zie je. Je moet een beetje bij huis vogelen. Ik vind dat, je moet dus zoveel mogelijk soorten, en zoveel mogelijk goede soorten natuurlijk, dichtbij vinden. Het maximale oppervlak is 3 vierkante kilometer. En het mag niet een te rare vorm hebben. Ja, dat is net zoiets als, we gaan voetballen en we zijn allemaal aardig voor elkaar. Die regels hadden misschien iets strakker geformuleerd moeten worden, mensen. Kijk, er zijn dus wel wat vraagpuntjes. Hier hebben we het object met het meeste oppervlak en het minste omtrek. Ja, de cirkel. Een vierkant, die heeft dus een vierkant van 3 vierkante kilometer, kun je zo uitrekenen. Die heeft al 7,5 kilometer omtrek. En op zo'n pers kun je natuurlijk heel wat zien. Ik heb een paar soorten met een B verzonnen. Allemaal goede beesten die in tuinen zijn ontdekt. Een tuin van Jeroen de Bruin. Balkanvlieg is volgens mij zat ook in een tuin. Baltimore troepel, typische tuinvogel. En Bruin Kleurhoortplan. En er zijn natuurlijk nog zo'n 300 andere soorten die je makkelijk in een tuin kunnen zien. Deze pers is van Vincent Stork. Volgens mij de aanjager van deze bescheiden ramp. De aanjager van het hele plan. Kijk, deze heeft al een omtrek van 7,3 kilometer. Nou, is natuurlijk geen twijfel mogelijk dat de beste spot pers dat het ongeveer deze is. Volgens mij heb ik er zelf al meer dan 200 soorten gezien. Weet niet echt zeker, ben even antenne geweest. In ieder geval, enige goede soorten zou ik wel durven noemen. Ja, de eerste stappenplek noemen we al de renvogel, het havikarend, grote kanoet, die heb ik niet zelf gezien. Hè. Ontdekt door Diederik natuurlijk. Kleine zwartkop, goudluizen vergeten. Ach, goudluizen, man, er zijn al 20 van of zo. Ja. En een paar subknalletjes. 11 soorten loofzangers, 6 soorten klavieren. 7 soorten tapuiten, dat soort omgaan. Dus met die pers, hou je hoog, daar hoef je echt niet iedere week naartoe hoor. Eén keer in de maand kom je denk ik ook al heel erg. Ja. Hier is een echte perssoort van Vincent Hart. In Rotterdam, midden in Rotterdam volgens mij. Bijna midden in Rotterdam. Super gaaf. Wat is nou het probleem van die pers en de definities en de spelregels? Ja. Kijk, je kunt hem een beetje oprekken. Hè? Dus een breedte van 500 meter. En dan kun je al 6 kilometer lang. Hè? Dus met minder breedte krijg je meer lengte. Ja, kijk, zo kan het wel. Ja, deze is 150 kilometer lang. Ik wil even een willekeurige vogelaar hier in de zaal. Die in een willekeurig terugblikteam zit, wil ik graag even interviewen. Toi! Hoeveel soorten heb jij vorig jaar gezien?
302. Hoeveel, laten we zeggen, unieke kilometers heb je daarvoor ongeveer gereden? In unieke kilometers als zijnde... Als zijnde die je dus, als je laten we zeggen, 2 of 3 keer naar Texel gaat, tel bij 1 keer. Ah. Ja. Echte kilometers 40.000. En dan kom ik op uniek misschien op 20.000 uit. Ja, ik zeg 15.000 unieke kilometers. Nu allemaal rekenen. He, jouw pers is 3 vierkante kilometer. Dat is dus 3 miljoen vierkante meter. 15.000 kilometer, dat is 15 miljoen meter. En 3 miljoen gedeeld door 15 miljoen is ongeveer 20 centimeter breed. Als Toy een pers had gehad van 20 centimeter breed, had hij 302 soorten gehad. Ja, jezus. De optrek wordt dan dus wel een beetje groot, hè? Dat dan weer wel. Je kunt het zelfs uitrekenen, hè? We hebben gisteren toevallig gedaan voor de lol. Als je pers 1 engstreum breed is, ja, dan is hij dus 3,8 lichtjaar lang. Echt waar. Hier is mijn pers. Kijk, ik heb dat ook. Ik heb dat dus ook. Ik woon tegenwoordig op die rode stip. En ik wil 2 kilometer heen, ik kan daar dus 3 kilometer aan. Alleen, wat zijn dus de mannen van de spelregels vergeten? Er hoort een maximum omtrek bij de pers. Dank je. Dat is het hele punt van Van Maarten. Natuurlijk voor jullie een ontiegelijk ingewikkeld plaatje eruit gezet, maar deze slaan we even over. Maar dit niet. Je moet dus wat, je kunt ook doen, doe maar wat, maar dan moet je dus wel omtrek aftrek krijgen. Dus, laten we zeggen, 5 soorten gaan er af, 5 punten, gaan er af voor iedere kilometer meer omtrek. He, dan komt Toon Jans dus eigenlijk op min 100 uit of zo. Ja. En dan heb je natuurlijk, de binnenlandbonus, dat is natuurlijk duidelijk, hè. En, strandvrije pers. En dus een toeslag voor een slikvrije pers. En natuurlijk ook, toeslag als je niet aan je eenden kunt komen, zullen we zeggen. Alleen, wij voorzien natuurlijk al, ja, daar krijgen we natuurlijk een toeslagenaffaire van vroeg of later. Dat is wel duidelijk. Even kuchen. Even geen zenuwen. Hopla, we gaan gewoon door. Nog zo'n is een goede voor de in de tuinlijst. Hoewel, u hoort het daggoed bij de in de tuinlijst. Denk het wel. Gefotografeerd door Jan van der Laan, want die mocht wel gaan kijken. Dat vind ik ook. Ik kijk jullie wel eens naar dat programma van Menno Bentveld. Het vreselijke. Die zegt altijd. Ja, ik loop hier door een heel zeldzaam bos. Dat is heel erg uniek. Maar dan mogen jullie niet komen. Ik zeg dan. Ga dan ergens anders filmen, man. Ja, goed. Graafsoort. Dit is ook een leuke van Hugo Wieleman. Big Day. Boom. Kalander leef ik. Op de grote praambult. Sorry hoor, dit is op deze kuchen. Hoppa! Oh ja, dit is ook een leuke. Nee, deze niet. Is niet zo belangrijk. Het is pas het derde voorjaarsgeval, maar niet zo heel gewichtig. Maar deze is weer leuk. Dit is volgens mij ongeveer de dwaalgast die door de oudste vogelaar is ontdekt. De harmonies is volgens mij 79 of zo. Hè? 140. Maar niet straks, ik zag hem eergisteren nog op tv. Ja, stond hij te fulmineren tegen mensen die met knikkertjes tegen wolven aan wouden schieten of zoiets. Ja, super gaaf. Maar op je 79 met een kleine kopper thuis komen, dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Hè? Dan hebben we nog iets geks. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb het gevoel dat... heel Nederland is natuurlijk dol op autoracen.
Maar verstap ik dat ook. Maar kijken aarden zijn ook dol op auto's. He, dit is de auto van Remco Jasma. Die wou zijn auto instappen, die denkt, verrek, wat vliegt daar? En, ik zou een katfuim vallen, maar hij is kalm genoeg om zijn fototoestel even te pakken. En knalt er een schitterende foto van een keizeraard uit. Meneer Gaxiola was op vakantie met zijn dochter. Als ik me niet vergis, die zat in de auto toch? En die kijkt omhoog, ook recht over zijn auto. Nou, we hebben met z'n allen achter een andere keizeraard aangescheurd. En we kennen allemaal het geval van de laagvliegende bijna Hans ter Haar. Die terug moest naar Kamperhoek om met 160 in het uur op tijd te zijn om de keizeraard daar te scoren. Dus keizeraarden en auto's, het is een rare mens. Ik zeg het. Nou, dat willen we allemaal wel over onze auto hebben vliegen. Geef toe. Ja, het kan nog erger, hè. David Uiterbeert, als ik me niet vergis. En ik heb ze niet gezien. Lennart. Steen, ja. En nog wat van die halve garen uit de omgeving van Zwolle. Die besluiten om samen gezellig te gaan barbecuen. De echte Twitchers barbecue. En wat komt er overgevlogen? Een Amerikaanse zeearend. Ja, dat is natuurlijk... Maar het is wel een dingetje om op tafel te brengen. Er is één leukere foto van, iets dichterbij. Ik weet niet van. Job den Hoorn. Die heb ik ook niet gezien. Ja. En dan komen we nu bij het eerste puinpunt. Het einde van de Italiaanse mus. Ja, het is wat. Dit was hem dus. De foto is van Jaap de Nee. Dit is denk ik ongeveer op de dag van de ontdekking. Nee, het doorgeven. Maar misschien een paar dagen later, we weten niet precies. Hartstikke leuk. Ja. En jullie hebben vast die lezing net gezien van Melissa Rowe, als ik het goed zeg. Daarin, als er, dat Les B is More Elders, geldt hier niet, geloof ik. Wat wil ik nou vertellen? Oh ja, Principal Component Analysis. Ik heb de wiskunde ervan, ik heb al 20 keer artikeltjes over Principal Component Analysis gelezen. Ik snap er geen ruk van. Daarom, ik weet niet of jullie dit snappen, maar de PC1 is 10,8%. Alright. En ja, kabaat schelen. Ja. Ik zal het even veel duidelijker maken. Op basis van dit plaatje. Even kijken. Daar rechts heb je gewoon een groep Spaanse mussen. In het midden zit een groepje Italiaanse mussen. En links zit een groep huismussen en daar middenin zit Falconid. Ja. Ik heb het even hier iets uitvergroot, zodat je duidelijk ziet. En dus rechts zit de Spaanse mussen, midden Italiaanse mussen en links er zit een Italiaanse-achtige mus groter dan huismussen. Nou, je ziet het toch zo, dat is dus gewoon een huismus. Is dat nou zo moeilijk? Links. Ja. Ik begrijp het niet dat we daar zo moeilijk over doen. PC1 en PC2. Dus, nou, dat is verdomde jammer voor de Italiaanse mus. Vandaag heb ik voor de laatste keer over mini-psychoses gesproken. Die bij mij vorig jaar waren allemaal groen. Hier is de eerste. De groene fiets in RC Zeeland. Die was heel even te zien geweest. En toen smiddags weer heel even. En toen ineens s'avonds weer heel even. Wat een naarheid. Ach, schitterend beest. Ik ben bang dat de AI hier nog niet meteen een goede naam op zou plakken. Daar zullen we zo eens wat over gaan zeggen. Verder gebeurde toch niks. Toen stond ik bij deze schitterende witkoep eind. En toen zijn daar twee oudere mannen, van tenminste mijn leeftijd. Ja, die komen uit Dordrecht. En dat zijn van die geruchten, daar hoor je dan later nooit meer iets van. Aan de andere kant, daar hebben er ook nog één dag twee bij elkaar gezeten, geloof ik. Ja, moeilijk. Dan hebben we natuurlijk de andere wereldfotograaf, Wim van Zwieten.
En die komt hier met een, vergis je niet, dat is dus de één na beste soort van het jaar. Hè? Het is namelijk wel de tweede marmereend van Nederland. Het is maar dat je het weet. Ja, dat zijn van die dingen die glijden gewoon helemaal weg. Ja. Maar het grootste pijnpunt is natuurlijk het missen door mij en een heleboel andere Nederlanders van nog maar weer eens een groene bij eten. Een schitterende foto van Sebastiaan Capelle. Wauw! Dat is nou echt een vogel die ik het allerliefste zou zien in Nederland. Ik heb hem gelukkig in Israël wel eens gezien. Fantastico. En het was ook nog eens de eerste in het binnenland. Ja, super gaaf, super gaaf. Ik zelf moet het doen met het geval van Ellen Zandberg. Ellen Zandberg, ik denk de helft van de mensen in de zaal die ze haar wel kennen, was vroeger een gekende Twitch-sessie, zullen we maar zeggen. En wat hij tegenwoordig graag doet, is dwaalgasten breien. Ja, ik wou eigenlijk. En deze heeft ze mij ongevraagd een keer opgestuurd. Maar dat kwam omdat zij dacht dat ik de soort al had. Ik ben even mee naar buiten gelopen om er een mooie foto van te maken. Het leuke is, hij lijkt ook nog. Gaaf, hè? Goed. Ja, hup. Oh ja, dan. Er komt weer iets. Luisteren jullie allemaal graag naar de top 2000 of zo, of de top 4000? Oh, je hoeft er maar één te knikken hoor. Dus namelijk, wat je hier ziet, is twee foto's achter elkaar van Thijs Glanstra. Ja? Als je nou naar de top 4000, daar heb ik het voor uitgerekend. Als je daar gaat kijken, dan blijkt er geen enkele band twee nummers achter elkaar in die lijst te staan. Wat bijna bewijs is dat ze voedselen. Want als je gaat uitrekenen, statistisch gezien is de kans maar 1% dat er geen enkele band is die twee nummers achter elkaar heeft. Dat kun je uitrekenen, dat heb ik met dat kun je Monte Carlo, daar ben ik heel goed in. Nou. Maar Thijs is het dus wel gelukt om twee foto's achter elkaar hier te krijgen. Goed, is lekker belangrijk. Hè? Goed. Waar zijn we? Dat gaat hartstikke goed. Half uurtje bezig. Ja, ik heb nog 40 plaatjes hoor. We gaan er weer de wiskunde in. De Isabel Tapuit. Daar is iets mee. Kijk eens, het aantal Isabel Tapuiten, dat neemt nogal aardig toe. Hè? We zijn er inmiddels al bijna 30 gezien. En voor de echte, kijk, hier zie je het aantal gevallen per jaar. Dus dat lijkt wel een beetje toe te nemen. Dit is, als je een Poisson-variabele gaat fitten. Nou, ik denk dat jullie, Wim, kom eens een beetje op met je Poisson-variabele. Maar als je dus, laten we zeggen, 0,8 vogel per jaar zou zien, over alle tijd gemiddeld. Dan heb je natuurlijk een heleboel jaren met 0 gevallen. 12 jaren met 0 gevallen. 10 jaren met 1 geval. Et cetera, et cetera. Behalve de laatste 2 jaar. Die vallen er nogal keihard uit. Ja. Dus dit hele Poisson-verhaal, dat kan een brandstapel. Ja, echt waar, daar heb je helemaal niks aan. Maar, wel, ik reken me altijd helemaal suf op dat soort dingen. En dan wil ik dan voor de terugblikjes opschrijven. Blijkt gewoon niet echt van te kloppen. Dat moet ik hè. Ja. Jullie weten niet hoeveel tijd ik daarin steek. Hopla. Luc Punt heeft ook altijd recht op het plaatje. We zijn al in september. Er blijft maar niks gebeuren. Inmiddels staat Engeland dus helemaal te schudden op zijn grondvesten van de Amerikaantjes. En wij zitten met helemaal niks. Het is echt verschrikkelijk. Daar had iemand ook laatst ook nog een Noordse waterlijst op zijn local pit. Gadverdamme. Tja. Kijk, bij de Blauwstaart is de laatste statistiek, mensen, geen paniek. Bij de Blauwstaart loopt het ook zo, behalve de laatste 2 jaar. Ben je dan in puin? Word je ineens bijna niet meer gezien. Het is verschrikkelijk. Goed, waar zijn we nou? Even kijken hoor.
Oh ja, daar komt er nog wel een paar gaven. Ah. Gewoon doorgaan. Hey! Die Vincent, hè? Dus ik had gedacht, misschien zit er vandaag helemaal niemand, of het wordt die verrekte rosgans ergens ontdekt. Hier vliegt hij nog tussen de kleine rietganzen. En er zijn mensen die dachten dat dat misschien informatief was om door te geven dat er kleine rietganzen vlogen. Maar hij zit al lang niet meer tussen de kleine rietganzen. Ja, dus misschien zijn ze wel naar Frankrijk gevlogen. En zitten ze nu in de pâté. Ja. Sorry. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het gaat om, als ik me niet vergis, deze veer. Als je hem ziet vliegen. Het is wel vrij belangrijk dat je die veer dan ziet. Hè? Ja. Maar dit is ook een geriende vogel, dacht ik. Hè? Weet iemand dat? Ja. Dus die moet je zien. Die andere is pas later bijgekomen. Hè? Dus als je die andere ziet, dan ben je dus helemaal nergens. Vergis je even niet. Ja. Dan, dit is ook zo gaaf. Dus, die vogel is gehoord door een mannetje of zes of zo. Maar een prachtige fotografeerd door één iemand. Meneer Robin van Dijk. Op weg naar de hut op de Hellegatsplaat. Super gaaf. Dus al de... Volgens mij... Even denken hoor. Al de derde, denk ik, die gewoon in het veld al goed is herkend. Maar misschien de tweede. Je hebt die van Haasgaftenaar. Op de Mavla. Die hebben denk ik een heleboel mensen gezien. Ja, dan denk ik dat dit de tweede is die in het veld al is herkend. Super gaaf. Kijk, wat gebeurt hier nou? Met een man met een oneindig moeilijke naam waarvan ik bij God moet weten hoe ik dat uit moet spreken. Ja. Die heb ik, ik zag dit op internet, ik ben zo hier. En ik heb geen idee of de vogel ook op deze foto staat. Misschien is het deze. Dat zie ik nu pas. Ik kon hem thuis op de computer niet vinden. Maar, kijk eens even hier. Boom! Een dwergarend in het centrum van Ars. Echt in het centrum. Dus die man die ziet een hele zo'n kraaien, pak maar eens een foto te stellen. Geweldig. Kijk, je kunt hier de landingslichten heel goed zien. Dat is voor meneer Melarney. Dat hij kan zien hoe die herkend moet worden. Goed. Schiet het nou een beetje op. Dus even kijken hoeveel ik nog moet hoor. We zullen eens wat haast gaan maken. Nou, je hebt nog een pijnpunt. Ja, het CDNA heeft de zogeheten K-zaagbek van de Nederlandse lijst verwijderd. Om prangende, maar zo goed als onduidelijke redenen. Dus ja, daar is hij dan. Een van de mooiste vogels ter wereld, zou ik denken. En hier landt hij in Ameiden, waar hij al een tijdje gezeten had, maar... Het is niet gerinkt, hè. Kijk, vroeger was hij, als hij gerinkt was, was hij een groot gevaar. Tegenwoordig wil je dat hij een Amerikaans ringetje op hebt. Die gaat dus niet door. Ja, dan... Oh nee, hier is het afscheid zo'n beetje. Schitterende foto van de... meneer Wester. Whom I don't know. Kijk, er was er nog één in de AD-duinen. Die probeerde de Nederlandse lijst op te zwemmen. Ja, maar die maakt er snel rechts een keer. Dat is enorm jammer. Dit doet wel, wij worden nu zenuwachtig, hè? Van mensen met veel soorten. Ik heb hem al eens eerder laten zien. Wat wordt de volgende soort die verwijderd gaat worden van de Nederlandse lijst? Zou het de buffelkop zijn? En weet je wat het is? Langzaam wordt ze iets vager. En na een tijdje dan, en net als die andere soorten, na een tijdje dan weet je, dan denk je dat niet eens meer. Ja, nee, buffelkoppen, echt niet. Ja, Jezus. Goed. Meneer de Bar heeft ook nog een vrije foto gemaakt van de ongeveer de eerste twitchbare Noordse pijlstoorvogel van Nederland. Dus waar je gewoon naartoe kon rijden.
In Ierse heeft ze volgens mij wel, ik heb al 2 weken gezeten, of niet? Ik heb hem niet gezien. Dan, ja, wat heb je nou aan een knaller als het ook al de knaller van vorig jaar was? De sensationele geelbrouwgors. De derde van Nederland. Maar toch denk ik pas iets als de 15e van Europa of zo, hè? Zoiets. Een schitterend sfeerplaatje van Martijn Verdoes. Ik weet niet, zijn er veel mensen naartoe geweest? Ja. Ik hoor ja. Nou, terecht, want dat was supergoed te doen, volgens mij. En natuurlijk echt een wereldsoort. Fantastisch plaat van Hans Zevenhuizen. Oh ja, toen gebeurde er op Vlissingen ook nog iets oorlogs. Kleine kokkie. Het is, dus, ik geloof op één of twee na alle gevallen zijn in Walker. Ja. Nou, deze fantastische foto van ook zo'n zeldzame vogel, rotszwaluw. Ja, ja, ik ben er al bijna doorheen, mensen. Echt waar? Dat ben je heel snel gedaan. Ik heb er wel zorgen over gedaan. Daar hebben we nu natuurlijk. Nou, hier kunnen we wel een groepsgesprekje over beginnen. Deze vogels hebben tijd bij de giethoorn gezeten. Nou, als de sneeuwganzen doen dat hartstikke goed in Duitsland. Ik geloof. Soms zitten er in augustus wel 80 sneeuwganzen tegen de Waddenkust in Noord-Nederland. Die zullen toch wel erg broeden. Ja, lees je? Ja, ik heb mijn winkelgevallen vastgesteld. Ja, leuk hé. Kom maar. Ja, dat kan toch niet. Dus dan, als je vindt dat deze mogelijk uit Amerika zouden kunnen komen, waar zijn hun ouders dan gebleven? Ja, dat is toch ook raar? Maar, ik heb vrienden, en jullie hebben die vriend ook. Het begint met Max en eindigt bij Lijn. Die worden helemaal warm van deze vogels. En misschien als ze straks tussen de rosganzen gaan zitten, ga ik nog maar eens kijken. Hè? Dan heb ik het. Ik ga jullie even verdragen, als een beetje snel klaar. Jullie hebben allemaal €5 betaald. Jullie hebben nog 1 slokje bier. Kijk. Dit is dus de vogel van Sneek. Waarschijnlijk dezelfde als die er 2 jaar terug op zat. Was dat 2 jaar terug? Vorig jaar? Dat weet ik niet meer. Nou, in ieder geval. Hele leuke, zeldzame vogel. Dus daar gaan we niet over praten. Maar waar komt de naam Menatortel nou vandaan? He? En als je dus deze Menatortel noemt, hoe noem je die andere ondersoort dan? Want dit begint natuurlijk met een naam, omdat George Sans daar binnenkort een of ander krankzinnig artikel gaat schrijven en dan moet er weer gesplitst worden. Ja, dat voel je al aankomen. Dus wij nemen allemaal aan dat Anna van den Berg alvast had gedacht, als we die nou eens Menatortel beginnen te noemen, dan begin je na een paar jaar toch te denken, waarom wordt die niet gesplitst? En dan rolt dat vanzelf ver. Hè? Alleen, hoe noem je die andere nou? Ja, ik wil die andere dus de verre Oosterse tortel noemen. Ja, om nou oostelijke Oosterse tortel, klinkt ook niet echt leuk. Hè? Dus het wordt nog lastig. Goed, en dan moet ik heb iets geleend van Mark Plomp. Waar is die? Ja, dit geloven jullie niet, jongens. Ik ga beginnen aan mijn epiloog. Ik hang hem heel voorzichtig om. Want deze verrekijker is, ik moet even rekenen, 19 keer zo duur als de verrekijker die ik normaal om heb. Ik geloof dat die ongeveer. Wat was het, €4600 gaat kosten. Ik heb een Eden van 2500.
Mijn ogen zijn geslecht. Ik heb geen enkele zin om een dure verrekijker te kopen. Maar ik mocht er van de heren van Swarovski mocht er even mee leunen. Want we gaan het even hebben over het volgende plaatje. Met de dingen die doen. Oh. Namelijk de wondere wereld van de kunstmatige intelligentie. Ja, dus ik geloof dat de microfoon is gesprongen. Dat is echt iets heel geks. Wat AI doet, dat is dus flink oefenen op foto's. Hè? 5 miljoen of zo, of 10 miljoen, weet ik veel. En aan de hand daarvan, vogels herkennen op nieuwe foto's. Ik geloof dat. Ik had die kijker niet om te doen, dat is het. Maar ik ga er niet mee gooien, dat durf ik toch niet. He, dus aan de hand daarvan, dan weten we van zelfrijdende auto's. He, weten we wel dat als we proberen zo'n zelfrijdende auto iemand dood hebt, dan moet alles opnieuw worden geoefend. He. Je moet ze helemaal opnieuw doen. Beginnen, want Peter de Kruijf had het al opgemerkt, een heleboel mensen weten dat. Why is everybody always picking up me? Waar was ik nou over bezig? Oh ja, zelfrijdende auto's. Dan moet dus al die alle trainingsmateriaal moet allemaal opnieuw. Dan zei je, kijk, als je nou dus, als er bij baarlem.nl een keer een slecht gefotografeerde chiftje af voor grauwe fiets wordt uitgescholden, gaan ze echt niet die 5 miljoen foto's allemaal weer opnieuw op zitten te laaien. Dus wat er nog wel eens misgaat, is de verwisseling van de context en het object. En, dat is dus, matige foto's leveren vaak sensationele determinatie. Nou, meneer Kalkman heeft daarover een schitterend stuk geschreven. Ik moet ineens denken aan dat meisje van 9, wat met de AI iets had radicaal verkeerd had herkend en waarop hij had gezegd dat ze misschien een nieuwe hobby moest nemen. En hij ziet daar nog wel eens slecht van, volgens mij. Goed, maar het staat helemaal buiten. Schitterend artikel had zich geschreven. En daar liet ze dit voorbeeld zien. Kijk, dit is een Morinel-plevier. Hij staat linksonder. Maar het gekke is, dit herkent de AI dus ook als Morinel-plevier. Want hij denkt, ja, zo klein, hij moet haast wel een Morinel-plevier zijn. Dat is geen grapje, hè? Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, ik heb zelf, ik hoop dat je het bijna niet kunt zien, maar ik heb er zelf nog wel aardig aan moeten prutsen om dat in orde te krijgen. Maar kijk, ik heb een stukje klein ergens moeten transplanteren om deze foto te maken. Hopla. Dat is dus, dat. Tja. Kijk, dit is natuurlijk de allersensationeelste. Hij heeft volgens mij maar een uur op het internet gestaan. Om betrekkelijk voor de hand liggende redenen. Want dit zou een Siberische witte kraanvogel zijn, gefotografeerd ergens zo te zien. Ja, net buiten, maar in Deventer. Zo! Je weet, als het recht en was, dan waren er nu 10.000 man op kijken. Hè? Zoals jullie weten, is er maar één Siberische witte kraanvogel op het westelijk halfrond. En die heeft een loeier van een zender om. En die heet Omid, iedereen kent hem en vele mensen gaan bezoeken en die zit hier duizenden kilometers vandaan. Dus de kans dat dit hem is niet zo groot, durf ik te zeggen. Nou, wat is nou, wat... Hier is hij dan. Ik kan jullie vertellen. Gaat hij weer? Hij is veel zwaarder dan hij op de foto lijkt. Het is wel een mooie kijker trouwens. Maar wat je doet is, hij staat nu op vogeltje, hè? Dat kun je hier zien. Als ik iets verkeerd doe, dan hoor ik het vast wel van Mark Plomp. En dan maak je een klikje als je iets ziet.
En dan zegt jouw verrekijker ja, welke vogel je aan het bekijken bent. Hè? Kost wat, maar dan heb je dus ook wat. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dan heb je zelfs erg veel. Ja? Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt met de volgende plaat. Even kijken. Oh nee. Kijk maar, is die zijn geld nou waard? Nou, ik dacht het wel. Hè? Ik weet niet wat jullie nou in de kijker hebben zitten. Maar ik dacht dat dit een zederpestvogel was. Mark, waar heb je die foto gemaakt? En waarom heb ik hem niet doorgegeven? Hè? Dit zou de eerste zederpestvogel van Nederland zijn. Maar, en dat is waarvoor ik u waarschuw, deze kijker is dus sinds bijzonder kort op de markt. Ik zeg mensen, houd allemaal uw hart vast. Want er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat is wel duidelijk. De AI, ik dacht natuurlijk wat die kijker doet. Die kijkt. En ik ging meteen te bellen met Cornel. Van, moet je luisteren, ik heb hier iets. Dan kun je even kijken. En Cornel zegt, ja jongens, een zederpestvogel. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want ze hebben me net uitgelegd, alle software zit hierin. Dus je hoeft helemaal niet naar Cornel te bellen. Er zit helemaal geen telefoon in. Je moet natuurlijk wel af en toe updaten, hè? Want dat blijft natuurlijk, als hij blijft Siberische witte kraanvogel tegen grote zilverrijzen zeggen, dan houden we de keer op. Hoe duur is die kijker? Een lausie €4600. Nee. Sorry? Dat is een goeie, zeg. Mag hè? Die is gratis. Ja. Ik heb laatst een contract getekend bij een energieleverancier. Die is dan altijd op tv, hè? Die is nu gratis. Mensen, ik heb jullie nou over een uur lastig gevallen. Zo kan het wel weer. Dus, omdat het een psychotisch jaar was, niet te veel terugkijken. Kijk je samen met deze kleine topperheid, die al een hele tijd in bij de blok van Kuffler zit. En niet de meneer, maar het gemaal wat naar de meneer is genoemd. Prachtige foto van Erik Menkveld. Dat is ongeveer de laatste foto die ik wou laten zien. Ik ben er klaar mee. Ik heb hartelijk dank aan mijn mede-terugblikgenoten Thor Jansen en Gary Bakker. En natuurlijk alle fotografen die al die foto's hebben aangeleverd. Hè? En hebben een paar mensen nog mij geholpen met enige fotografie. Ik wens u hartelijk te danken allemaal voor uw aandacht. Ja, kijk, daar is hij. De microfoons zijn er ook klaar mee. Wim, nog 1 seconde. Ik ga je een cadeaukaart van de veldshop geven als bedankje. Kan je mooi die verrekijker van halen. Alsjeblieft. Dat dacht ik. Alsjeblieft. Goed, dan zijn we voor vandaag ook aan het einde gekomen van deze Dutch Burning Vogeldag. Nog 1 keer dus de melding dat voor 6:30 echt alle auto's van de parkeerplaats af moeten zijn. Anders kom je er niet meer vanaf. Ik wil op dit laatste moment ook nog even een bedankje geven aan alle standhouders die er vandaag waren. Aan alle sprekers ook in het speciaal die er waren. Naturalis natuurlijk voor de gastvrijheid. En met name ook de organisatie, dat was ik vorig jaar vergeten. Maar Diederik en Martin fantastisch gedaan, ook weer dit jaar. Ik denk dat iedereen vandaag genoeg inspiratie heeft gehad om zijn local patch zoveel mogelijk uit te breiden.
En met name ook met zijn nieuwe ANWB-vogelgids daarmee mooi op pad te gaan. Ik wil jullie hartelijk bedanken ook voor jullie komst en wens je nog een fijne avond. Tot volgend jaar.